Staatsbosbeheer heeft een tekort aan jong plantgoed. De vraag naar kleine boompjes en struikjes is de afgelopen maanden meer dan verdrievoudigd. Dit probleem dat loopt nu in tekorten van miljoenen. We krijgen op het ogenblik een aanvraag voor vele miljoenen bomen. De afgelopen jaren heeft Staatsbosbeheer ongeveer een miljoen bomen laten kweken. Maar het gaat nu 2 tot 3 miljoen en misschien nog wel meer. Zeker de komende jaren. Dus daar moeten we ons op instellen. Wij kunnen het zaad leveren, maar de kwekers moeten daarmee aan de slag. Volgens Staatsbosbeheer is de populariteit van bomen gegroeid door de milieustress. Iedereen wil bomen gaan planten, want dat is goed voor het milieu. Het planten van bomen eigenlijk wel een van de eerste concrete maatregelen kan zijn om toch een leefbaar milieu en een leefbaar klimaat te houden. Om een leefbare boom te kweken heb je 2 tot 3 jaar nodig. Het is niet een soort bol.com. Ik heb vandaag gebeld en morgen geleverd. Je moet het echt plannen en zorgen dat er uitgangsmateriaal is, dus zaad of stek, zodat de kwekers dat materiaal kunnen kweken. Nou, dat uitgangsmateriaal, dat zaad, dat leveren wij vanuit de genenbank. Staatsbosbeheer is daarom bezig met het maken van een meerjarenplan. Want al het zaad dat de genenbank in Dronten heeft, moet toch ergens de grond ingaan. Dus dat vergt de periode van 2020-2021 dat we dat goed in de vingers zouden kunnen krijgen. En een paar jaar later zijn de bomen groot genoeg voor in het bos? Pak een beetje 2023-2024 kunnen we dan volle bomen leveren, ja.